De jonge paardendierenarts Florence Gorter is de enige dierenarts in Limburg met een digitaal röntgenapparaat voor paarden. Vandaag is ze op bezoek bij Tamara Peters in Nederweert om een paard te keuren. Galant heet hij. Hij is Belgisch gefokt. Dat is een springpaard. En als hij goed gekeurd wordt vandaag, dan gaat hij naar Zeeuws-Vlaanderen. Voor je een paard kan verkopen, moet het gekeurd worden. Door het nieuwe apparaat van Florence Gorter hoeft dat geen halve dag meer te duren. Nou, we zien hem direct, zodra we de foto gemaakt hebben, binnen 2 seconden is hier het beeld op de laptop te zien. Een röntgenologische keuring neemt dat aan. Die bestaat uit een basisset van 20 foto's. Waarbij eigenlijk alle veerde bijen van boven tot onder op de foto gezet worden om te kijken of dat allemaal gezond is. En ook als de nieuwe eigenaar een paard wilt verzekeren, bijvoorbeeld voor ziektekosten. Ja, een verzekering stelt ook vaak als eis dat er röntgenfoto's bij zitten. Paardenhoudster Tamara Peters is blij met de nieuwe vinding. Eerst moest ik het paard opladen en naar een dierenartspraktijk rijden. Ja, goed, dat kost heel veel tijd voor mij. Ik krijg maar 2 paarden op de trailer en soms hebben er ook wel 4 of 5 wat gekeurd moeten worden. Ja, dan blijf je wat op en af rijden, dus dan ben je de hele dag kwijt. En nou in een half uurtje is het eigenlijk gebeurd. En zo is het ook. Na een half uur zit de keuring erop. Florence heeft pas 1,5 jaar een praktijk in Bergen ter Blijt. De aanschaf van het apparaat was voor haar een gok. Ik heb Toes geen kliniek, dus ik behandel paard alleen maar bij de Lu Toes. Dus voorwaarde was voor mij gewoon dat ik het in de auto met moest kunnen nemen. En zo ben ik bij dit systeem eigenlijk goed gekomen. Het is een vrij kostbaar systeem, dus het is een beweerlijke investering. En dan moest natuurlijk toch een beetje een gok maar afwachten of er wel echt genoeg werk voor komt. Dus het is toch wel een groot risico. Maar de gok pakte goed uit. De tijdwinst voor klanten is enorm. Ja, het is gewoon zo gebeurd. Een röntgenfoto maken stelt eigenlijk niks meer voor. Het is een fluitje van het zand, zeg maar. En zeker voor de klant.